Dit is module 5 van de Eagle Veer Foundation training. En deze module zal gaan over wat ik al eerder noemde in de vorige modules, het Service Value System. Ook hiervoor geldt het woord value, een van de belangrijkste termen binnen ITIL 4 en ook ITIL versie 3 heeft dat woord value al geïntroduceerd. Herinner je nog de definitie van een dienst, van een service, waarin ik aangaf, een dienst is value co-creation by facilitating outcomes that customer want to achieve, value outcome, without the customer having ownership of in ieder geval de directe kosten en de risico's. Zo'n IT-dienst, value, outcome, cost en risk. Een van de key concepts die wij in module 2 hebben behandeld. In deze module gaan we dus in op het Service Value System. En je zult straks ook zien dat die guiding principles en continual improvement ook onderdeel zijn van dat service value system. Ook de practice. We gaan kijken wat het service value system inhoudt en hoe de relatie ligt naar de service value chain. Haal deze twee dingen niet door elkaar. De SVS, Service Value System, en de Service Value Chain. Daar komen we straks op terug. In de Service Value Chain zijn activiteiten gedefinieerd. Dat zijn er 6. Dat zijn respectievelijk plan, improve, engage, obtain slash build, deliver and support, en design en transition. Dat zullen we in deze module behandelen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Dit is het pictogrammetje, de weergave van het Service Value System. En je kan dat het beste zien als een drietal blokjes die in elkaar staan. Je hebt er wel een klein beetje creativiteit voor nodig om dat te zien, maar in feite bestaat dit uit 3 bakjes die in elkaar staan. Ik vergelijk dat wel eens met de matroeska-poppetjes, zoals je die misschien uit Rusland kent. Het grootste poppetje, daar zit er eentje in het midden. En er zit er een heel kleintje en die zit helemaal binnenin. Je zou kunnen zeggen dat die buitenste ring, waarin guiding principles en continual improvement staan genoemd, dat het grootste matroeska poppetje is. Dan komen we naar het ene grootste matroeska poppetje en daar zit de governance en de practices in. De governance hebben we al behandeld in de vorige module. De guiding principles hebben we al behandeld in de vorige module. En in de volgende module zullen we respectievelijk continual improvement gaan behandelen. En practices. Dat betekent dus dat we al een belangrijk gedeelte van dat service value system aan de revue hebben laten passeren. Guiding principles hebben we het gehad. En governance hebben we het ook al gehad. Hebben we het ook over gehad over dat een value stream van links naar rechts loopt. Dat is altijd het geval. Als wij een value stream tekenen, als we daar door middel van visibility, make it visible, een van de guiding principles, dan tekenen we een value stream altijd van links naar rechts. Heeft alles te maken met ook andere termen die we uit Lean en DevOps en Agile kennen. En die gaan er ook vanuit dat opportunity of de vraag
van een stakeholder, bijvoorbeeld een klant of een end-user of wie dan ook, dat die altijd aan de linkerkant gaat en van links naar rechts door de value stream loopt. Daarbij aan de rechterkant wordt dus de waarde gecreëerd. Sorry. In het binnenste, kleinste matroeska poppetje, dat noemen we de service value chain. En dat kleinste matroeska poppetje heeft 6 knikkers in de buik. 6 knikkers die individueel de verschillende stappen van een value stream vertegenwoordigen. Ik zal het straks laten zien welke die 6 knikkers zijn. Dus even samenvattend, het Service Value System, dit is het geheel van het Service Value System, hoe we van een vraag waarde creëren. Dat Service Value System bestaat uit een 3 gelaagd model met in de buitenste ring de Guiding Principles en Continual Improvement. De middelste ring, governance en de 34 practices. En in de binnenste ring, blok, de service value chain. En daar weer binnenin 6 verschillende blokjes van de knikken. Probeer dit beeld voor jezelf het onthouden. Hoe dit service value system in elkaar steekt. En daar helpt misschien bij het voorbeeld van die matroeska pop. Wat is het doel van het Service Value System?